Een beetje terug nu, terugblikken op de selectie. Lampaard, Willens en De Klerk mee. Waarom deze drie dan? Wel, ik heb altijd gezegd dat ik zeker één helper nodig had. Dus daar heb ik toch wel een hele goede Tim De Klerk gezien in de Vuelta. En dan Lampaard, die eigenlijk mijn voorkeur krijgt op Stuiven, omdat hij ook altijd gewoon is van in die rol te rijden, in zijn huidige ploeg. En ik heb eigenlijk iemand nodig die de koers in handen kan nemen en van ver kan openbreken. En ook in dienst rijden van de ploeg, dus daar gaat wel Yves zijn rol zijn. En dan Tim Wellens, die zijn selectie echt gaan afvallen is met het resultaat dat hij gereden heeft in Quebec en Montreal. Natuurlijk daarvoor ook, maar het is echt een bevestiging geweest dat hij heel goed is. En de goede Wellens heb ik altijd gezegd dat ik die mee wil pakken. Dus bij deze, dat waren de drie renners die erbij kwamen.